Nee, ik denk wel een logische beslissing. Ik vond trouwens dat de scheidsrechter uitstekend het aanvoelde met de wedstrijd. En ook denk ik dat alle spelers een compliment verdienden. Want het ging allemaal op het randje en nooit overheen. Maar de omstandigheden werden natuurlijk steeds slechter. Niemand had verwacht dat het zo slecht weer bleef. En niemand had verwacht dat het veld zo slecht werd. En ja, in de eerste helft was het al behoorlijk. Maar toen we de tweede helft het veld opkwamen, zag je dat het één watermassa was. Dus het kon gewoon niet meer. En dan gaan jullie de kleedkamer in en dan? Neem ons eens mee naar dat moment. Hoe gaat het dan? Hoe krijg je zoiets te horen? Nee, ik werd bij de scheidsrechter geroepen en met Anton Jansen, met mijn collega. Ja, en de scheidsrechter heeft uitgelegd wat er ging gebeuren en die heeft onze mening gevraagd. Persoonlijk had ik heel graag doorgegaan, omdat we naar ons goede publiek gingen. Er was heel veel sfeer in het stadion. Ik vond dat wij goed met de omstandigheden omgingen. Maar eerlijkheid gebied te zeggen dat het niet meer kon. Ja, en hoe nu verder? Want er is nu overleg tussen de driehoek, geloof ik, van de gemeente Rotterdam. Ja. Weet jij er iets van? Nou, dus nog even afwachten. Ik heb net contact gehad met Kevin Valkenburg. Ik wacht even op Kevin. Die is er druk mee bezig, dus wij horen dat zo. Wat wil je zelf? Wil je morgen spelen? Ja, liefst wel, tuurlijk. Jongens hebben goed moraal. Die hebben laten zien dat we gretig zijn. Er was sfeer, publiek erachter. En hopelijk trekken we dan morgen die lijn door. En zo'n helftje, werkt dat dan mee op de conditie? Of denk je, nou, dat valt wel mee. Daar hebben beide ploegen last van. Nou, ik vond wel dat wij wel lekker fris oogden. Dus wat mij betreft, nogmaals, hadden we door kunnen spelen. Maar nu is het wel mooi dat we de tweede helft naar ons publiek gaan. Dus dat loopt. En als hij morgenmiddag gespeeld wordt, zullen er niet zoveel zijn? Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat gewoon morgenavond gespeeld wordt. Ik denk dat iedereen die hier vanavond was ook weer de kans verdient om morgenavond aanwezig te zijn. Dus ik ga er nu helemaal vanuit, zonder dat ik het nu al weet. Maar ik ga er nu helemaal vanuit dat we morgenavond spelen. Ja. En nu ben jij iets eerder thuis op je verjaardag. Ja, want ik heb nu begrepen ook dat Rick gescoord heeft. Dus dat wordt nog een klein feestje in Huizenkruis.